Maak kennis met het Benban Zonnepark in Egypte, het grootste zonnepark van Afrika, zichtbaar vanuit de ruimte. Ahmed is hier sinds de opening 2 jaar geleden projectleider. Solar energy. Hier in Aswan it has the highest powerful solar energy compared to other places in Egypt and compared to other places around the globe. Het zonnepark is 37 vierkante kilometer groot. Het heeft een vermogen van 1,5 keer de kerncentrale Doel 4. Benban Solar Park produces around 1.465 gigawatt. This capacity can produce energy for 1 million home. So 5 million Egyptian people can feel this capacity. Egypte heeft een bevolking van 105 miljoen mensen en elk jaar komt daar 1 miljoen bij. En zoals wij willen verwarmen in de winter, willen zij koelen in de zomer. Dus er is hier een enorme honger naar energie, ook de komende jaren. En het is met dit soort parken dat je daar een antwoord kan op geven. Solar panels heat and dust. This is the two enemies of our solar plants. How big is the carbon reduction of this solar park? Around 2 million tons per year. On a yearly basis, every year? Yeah. Here in Aswan and on other places in Egypt, we have the potential to have one of the largest solar plants to generate electricity enough for countries, not just Egypt. And actually, it's planning to export energy to Europe. Als Egypte 2 dingen zeker heeft, dan is het ruimte voor zonneparken en natuurlijk zon.